Ja, voorzitter, ik vind het gewoon echt bizar. Dat is wat het is. Ik heb in de eerste termijn gezegd dat het onwil is en ik zie gewoon die onwil nog steeds. En dat is, ik begrijp het gewoon echt niet. Ik begrijp niet waarom de deadline niet wordt verschoven. Zeker niet omdat de afhandeling nu gewoon niet goed gaat. Volgens mij kunnen we dat met z'n allen erkennen. Waarom wordt dan niet de deadline opgeschoven zodat ouders zich toch nog kunnen melden? Waarom wordt er een houdbaarheidsdatum geplakt op de ellende die zij hebben? Waarom worden kinderen die zo lang in de ellende hebben geleefd nog opgeschadeld met schulden waar ze nog heel lang voor moeten afbetalen en wordt dat categorisch uitgesloten? Ja, nogmaals, voorzitter, het is gewoon onwil en het is gewoon echt niet te doen. Dank u wel, mevrouw Temmink. Mevrouw Kat. Ik wil ook graag een 2 minuten debat aanvragen, voorzitter. En heeft u al enig idee wat u dan gaat doen? Jazeker. Wilt u dat met ons delen? Nou, ik heb volgens mij net zojuist gezegd dat ik iets wil met de deadline. Ik wil iets met de duo-schulden en ik wil iets met de beroep- en bezwaarmogelijkheden voor mensen die kiezen voor de route dat er een vaststellingsovereenkomst wordt getekend. Helder, dank u wel daarvoor. Dat helpt ons allemaal om dat ook goed voor te bereiden. Mevrouw Kat. Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn echt wel behoorlijk wat vragen gesteld en wat antwoorden gegeven. Daarvoor dank ook aan de staatssecretaris. Dank dat ze toch inderdaad wat inhoudelijk, schriftelijk zeg maar, nog het gaat terugkomen op die extra hulpverleningsaanbod wat wij voor de kinderen en de kindregelingen gaan aanbieden. Want we willen inderdaad goed vinger aan de pols houden op dat vlak om hoeveel kinderen dat zou...